Goedemorgen, fijn dat jullie weer kijken. Dit is een dagreading voor 25 december. Ik hoop dat alles goed en wel met jullie gaat. Wat is de energie? Wat moeten wij weten voor 25 december? 25 december. Oké, het onderste ook. Dan nemen we die ook even mee. We hebben flourish. Dus kom tot bloei. De lotusbloemfee vertelt jou dat je moet leren van je ervaringen. En dat je zo het licht schijnt op zaken die nog onbelicht blijven in je leven. Van jou en van anderen. We hebben dan als tweede kaartje motivatie. Kom in actie. Er is iets wat je steeds uitstelt. Pak dit nu op. Dat is een hele duidelijke taal. En dan die onderste kaart, dat is wish wisely, dus kies verstandig. Kies verstandig als je een wens doet, een harte wens. En kijk dan naar de praktische stappen die je moet gaan maken om deze droom, deze wens uit te laten komen. Oké. Okay. Dan wil ik graag nog twee kaarten van de verandering van het orakel. Deze. Kijk eens, er zit hier nog één in. Die moet ik jullie laten zien. Believe in magic, oftewel geloof in magie. Open je ogen, want magie is overal, vooral in de natuur. Deze vee van het noorderlicht vertelt jou dat je een deel bent van de natuur. Dus ook jij bent magisch. Oké, nou die leg ik er gewoon tussen. Deze drie vielen eruit. Nou, niks is voor niks, dus we gaan gewoon kijken. We hebben rood kapje, ik ben geen slachtoffer. Misschien zit je nog altijd een beetje in deze rol. Niet doen. Ga mooi opbloeien. Ga in je kracht staan. Vlinder, fretjes. Misschien dat je net een transformatie bent aan het doorgaan. Je voelt je in ieder geval als herboren met nummer 5. 5 is verandering. Er komen veranderingen aan, maar jij bent zelf ook heel erg veranderd. Ik heb een mooi leven met nummer 6. Dus je hebt die transformatie doorstaan. Nu kan je weer een mooi nieuw leven gaan tegemoet gaan. Maar ook in actie komen, bezig erbij. Die hier ook al lachen van kom in actie. Ik wil eigenlijk nog wel wat meer weten over de kaart. Ik ben geen slachtoffer. Ik word getrokken naar het muzedek. Deze tarot deck heb ik nog niet gebruikt. Ik vind die nogal, er hangt heel veel energie in. En ik vond zelf dat ik er nog niet aan toe was, maar ik ga het gewoon proberen. Angels, archangels, spirit guides, ancestors. Wat moeten wij weten over ik ben geen slachtoffer, nummer 3. Moeten we nog ergens aan helen of betekent het wat anders? Even kijken. Je hebt de gehangene. En je hebt de maankaart. Dus nummer 3 en nummer 9. En nummer 3 en nummer 9. Maakt 12. 12. Dat is 2 plus 1, maar ook weer 3. En
Ik ben geen slachtoffer, dat is kaart 3. Dus even kijken. Wat voel ik? Bij de gehangene zie ik dat je derde oog is geactiveerd, kijk maar. Daardoor zie je het door illusie heen. En dan krijg jij dus ook allerlei zaken intuïtief door. Verlichting, als je ziet ook, zij hangt hier helemaal vrij en los. En ze gaat ook echt met de flow mee, want je ziet ze armen los. Ze zit niet vastgeketend zoals de normale gehangende in de andere tarot decks. Ook zie ik hier heel veel geel licht. Dus je voelt je eigenlijk heel goed in je element. Misschien omdat je het nu helder ziet, dat je weet dat je geen slachtoffer bent en hoeft te zijn. De maankaart. Misschien is de opening van je derde oog is dan begonnen met de nieuwe maan, 14 december. Of het is gebeurd op, of het gaat nog gebeuren op, ik dacht dat het de 30ste of de 31ste was. Dat we weer een volle maan hebben. Kom bijeen, ga rituelen doen. Bij die maan, laat dingen los, go with the flow, misschien ook wat meer naar de sterren kijken, misschien wat meer met het heelal, met de kosmos in connectie komen. Mij valt hier op, ik weet niet of jullie dat zien hier, dat hier een soort, ja, hoe zeg je dat, een crack, een klein wondje zit, lijkt wel. De aarde is gewond, nou dat weten we wel, coronavirus. Ik krijg ook daarbij van, kom bij één. Of zoek aansluiting, ga mediteren en zend heel veel liefde en licht naar de aarde toe om te helen. We hebben het allemaal hard nodig. Maar dat ga je vanzelf allemaal doorkrijgen. Als jouw derde oog geopend wordt. Ik voel me als herboren. Spirit, dat moet ik daarbij voorstellen. Ik voel me als herboren. Dan krijg ik één kaart door. Ik neem gewoon de onderste daarbij mee. Ik krijg de 5 van inspiratie. En de onderste kaart is de 7 van emoties. Dus de 5, ik dacht, van munt, als ik het goed zeg. Is dat zo? Er staat inspiratie voor. Ah nee, de 5 van staven is dit. En de emotie staat voor bekers, dus de 7 van bekers. Even kijken maar. Ik voel me als herboren, transformatiekaart. Je bent door vele stadia heen gegaan. Je ziet haar van laag naar hoog. Zij staat hier in het water. Dus je hebt heel veel tijdens je transformatie heb je in de emotie gezeten. Je hebt veel emoties losgelaten. Je hebt in de spiegel gekeken. Je hebt innerlijk kind heb je geheeld. Je hebt heel erg. Je bent heel erg eerlijk tegen jezelf geweest. Door te kijken van wat moet ik nog helen. Je hebt ook je
De chakra die hier op deze plek zich bevindt, heb jij geheeld. Kijk maar, die stroomt weer. Er zat waarschijnlijk een blokkade. En die spiegel die jij voorgeschoteld kreeg, die kwam vanuit het goddelijke uit het universum. Kijk, daar zit al een doorzichtig draadje. Die werd jou voorgehouden, zodat je daarvoor kon leren, daarvan kon leren en daarvan ook sterker kon worden en ook kon omhoog gaan in vibratie. Die zeven van emoties. Hij krijgt duidelijk door vanuit het goddelijke, het universum van dat je geen twijfels hoeft te hebben over financiën, olifisjes. Kijk haar maar bedachtzaam kijken. Misschien heb je het dit jaar moeilijk, de eindjes aan elkaar vast te breien. Misschien moet je belangrijke keuzes maken met betrekking tot financiële zaken. Kijk naar boven en laat je intuïtief leiden hoe je het beste dan financiële keuzes kunt maken. Ook word je geholpen door voorspoed. Als jij de juiste keuzes maakt, die bijenvee. De schildknaap van emoties, de aas van emoties en de muze van inspiratie. Even kijken hoor. Die schildknaap van emoties. Ik zie hier dat de hartchakra geopend is. Ik zie dat je ook goed gegrond hebt. Hartchakra. Heb je goed gegrond. Daardoor kan je nu voorspoed gaan ontvangen, een nieuw begin maken, je nieuwe zelf. Je waardeert ook meer het leven. Ja, bij die aas van emoties voel ik veel eigenlijk een beetje verlichting, zo van ha. Ben diep moeten gaan, diep moeten duiken en nu komt ze boven en ze snakt naar adem. Dus het is misschien nu wel een verademing dat je jouw leven, jouw mooie leven kan nog meer kan waarderen. Er komen wensen uit, want ik zie hier die ster, duidelijk aanwezig, oranje. Ook weer die vissen, dus financieel zal het je ook goed gaan. Je wordt geholpen, financieel gebied. En de muze van inspiratie, even kijken hoor, want daar zit heel veel bij. Ik zie hier vuur, ik zie passie, ik zie twee vleugels, dus je wordt bijgestaan door engelen. Om jouw vuur te laten, om het vuur in jou weer aan te wakkeren. Ook het vuur tussen jou en je tweelingenziel, als je die hebt. Kijk maar, het zijn twee personen. Daar heb je waarschijnlijk nog geen contact mee, of je kijkt elkaar niet meer, ze kijken elkaar niet meer aan, geen contact meer mee. Maar ze zijn het vuur weer voor je aan het aanwakkeren. Hier zie je dus die
die vleugels waar ik het over had. Want je had het gevoel dat je het pad alleen liep. Maar niets is minder waar. De mannelijke tweelingziel komt nu uiteindelijk ook tot besef dat hij het een en ander moet gaan bijdragen. Dus die komt hier net al om het hoekje, terwijl dat jij al lang en breed aan het pad begonnen was. Dus dat is ook nog even een berichtje tussendoor. Ik vraag me ook af waar de kaart voor staat van kies wijselijk. Staat dus je hart, je dromen, je hartwens laten in vervulling gaan door praktische stappen te zetten. Ik ben benieuwd wat daar voor kaart bij komt. De muze van materials. Een hele kleurrijke vol rozen. Vruchtbaar pad wat je inslaat als je wijselijk kiest. Kom beter in verbinding met jezelf. Ik zie heel veel groen. Dus ga echt die natuur in, die gaat jou helpen. Ik zie heel veel vruchten die klaar hangen om geplukt te worden. Dus echt, als je de goede keuze maakt, dan kan je heel veel vruchten gaan plukken. Dus veel voorspoed krijg je dan. Ik zie ook dat je in contact moet staan met je tweelingenziel. Dus misschien dat er contact wordt opgenomen of dat het contact toch op de een of andere manier weer tot stand komt. Al is het maar in de 5D. Daar kunnen jullie alle twee wijselijk van groeien. Op financieel gebied, maar ook floreren. Eigenlijk deze kaart, hè. Hier hebben we ook die, het floreren, het bloeien. Dat zie ik hier ook, als je kijkt naar die rozen. Je gaat heel veel dingen ontdekken. Omdat je gaat je licht verder laten schijnen. Je ziet meer. Daardoor zie je ook dingen die eerst niet duidelijk waren. Dus je gaat steeds meer helderder zien. Ook door de illusie heen zien. De werkelijkheid. Kijk hoor. Hier hadden we besproken, deze drie. Dat hebben we hier. Die heb ik al gedaan. Die motivatie, hè? Dan kijk, je hebt steeds iets voor je uitgeschoven. Wat schrijven we steeds voor ons uit, Spirit? Dat is maar één kaartje. De muze van emoties. Dus onze emoties, onze wensen, vooruitgang, hart openen, waarheid vertellen. Meer water drinken. Je moet toch nog meer laten leiden door intuïtie, door het goddelijke. Go with the flow heb ik hier weer. Kijk maar eens goed. Misschien emoties nog wat beter loslaten.
Maar vooral die vooruitgang. Je zit misschien ergens en je moet vooruit. Je moet in de bootje stappen en dat zal je wensen, je dromen in vervulling brengen. Kijk maar, daar hebben we de sterkaart. Als het ster staat, ook op de Aquariuskaart. Dus dat is, moet vooruit zeker in actie komen in het Aquarius tijdperk. Zijn er nog wat adviezen? Andere zaken? Er valt hier meteen eentje omhoog. Nou, dat is geen toeval natuurlijk. Kaartjes draaien niet zo makkelijk om. We hebben de 7 van lucht, de 7 van staven. Eens even naar het kaartje kijken. Ik zie heel veel eenhoorns. En wat zit daar nou op? Is dat? Het lijkt alsof er twee personen, het zijn niet echt personen, het zijn in ieder geval twee het lijkt alsof daar twee mannen of twee vrouwen staan, maar die zijn niet echt heel duidelijk. Die eenhoorns allemaal door elkaar heen. Het is een beetje een chaos. Het is een beetje een zootje. Ook omdat ik niet duidelijk kan zien of dit nou een man of een vrouw is, die twee hier zo. Of wat het nou precies is. Ik zie al die eenhoorns door elkaar heen, door de knieën heen. Het is echt één zootje. Dus je moet misschien wat meer gaan plannen. Je moet een heldere kijk op de dingen krijgen. Een structuur misschien. Misschien verder kijken dan de illusie, want ja, we worden natuurlijk nu zitten we in een chaos, hè? Wat betreft ja, heel de wereld, COVID, al die, nou ja, je weet mijn idee daarover. Laat je daardoor niet leiden. Er is veel meer aan de hand dan dat je in eerste instantie doorziet. Dus bekijk ook je plannen, je ideeën die je hebt. Misschien kan je die nog tijdig veranderen. Kijk ook naar je timing. Misschien is je timing slecht, vandaar dat dit chaos is. Ik wil daar graag wat meer over weten. Spirits, die 7 van lucht. Die 7 van lucht. Zijn ze dat? Oké. Ik kreeg deze 2, toen deze op zijn kop. Even kijken, we hebben de 10 van munten. Dus ja, je bent op zich ben je nu in een gelukkige fase. Je voelt je financieel voel je ook wel oké. En je ziet ook de kleine magische dingen. Dus je waardeert de kleine dingen. Want je weet dat kleine dingen grote betekenis hebben. De 5 van lucht. Dus dat is de 5 van de staven. Sorry, de 5 van zwaarden. Je gaat een onverstandige beslissing nemen. Maar daaruit ga je leren. En daardoor ga je doorzien wat de motieven zijn van de ander. Oké. Dus misschien is dat mooie waar je nu in zit. Happy life, happy family. Financieel op orde. Misschien is dat wel helemaal niet zo mooi. En is dit ook een beetje een illusie. In ieder geval gaat jou duidelijk worden door een onverstandige beslissing dat er meerdere motieven zijn in het spel. De Knight of Fire, dat is de ridder van staven, op zijn kop.
Misschien dacht je dat iemand slechte motieven had, dat iemand een player was. Dat is niet. Iemand heeft eerlijke bedoelingen. Iemand misschien is het zo dat je een onjuiste beslissing neemt over iemand die een goede bedoeling heeft. Misschien dacht je dat deze persoon slecht was. En zie je nu de motieven van iemand anders. Het kan zijn dat er plotsklaps iets gaat veranderen. Of iets waar je heel veel aandacht ineens aan moet gaan besteden. Waarbij tijd een rol gaat spelen. Dus misschien alles achter elkaar. Dus misschien die chaos die we hier zien. Hè? Dat het voelt als een chaos. Dat er heel veel dingen achter elkaar. Een soort domino effect. Er staat wel van. Denk alsjeblieft goed na. Over de stappen die je zet. Ondanks dat je tijdsdruk voelt. Ondanks dat je voelt dat je snel tot actie moet komen. Dat je snel beslissingen moet nemen. Maak wijze beslissingen. De ridder van zwaarden. Ja, ik heb hier toch nog steeds dat hij is in de aanslag met zijn zwaard. Dus iemand die gaat misschien met je communiceren. En die heeft haast. Of die wil snel antwoord. Of die wil dat je snel ergens een beslissing over gaat nemen. Dat voel ik bij deze kaart. En je moet je niet van de wijs laten brengen. Ik bedoel, je hebt twee vuur. Dit mag dan wel een. Dit is dan echt een vuurkaart. Hè? Dat is de ridder van vuur, van staven. En dit is dan de ridder van lucht, van zwaarden. Maar bij alle twee voel ik vuur. Want deze heeft zijn zwaarden in de aanslag. Je ziet ook bij de eenhoorn waar hij op zit. Hè, er zit ook vuur. Dus ik voel heel veel vuur. Dus komt er komt iemand op je pad. Die zet je leven op zijn kop. Die brengt chaos. En die eist van jou. Dat je ze meteen aandacht geeft, dat je geen tijd hebt, dat je snel moet beslissen. Niet doen. Neem de tijd voor je keuzes te maken. Laat je niet gek maken. Kijk ook naar andere opties. Of naar creatieve oplossingen in deze. En ik krijg door dat het iemand uit het verleden is. Oké. Okay. Dan hebben we hier nog, dat is de onderliggende kaart, dat is de koningin van water, oftewel de koningin van bekers. Dit ben jij. Je bent warmhartig, je bent empathisch, je bent geduldig en je bent geliefd. Je bent een hele mooie energie, kijk eens. Jij straalt echt. Je bent ook één met het universum, met het goddelijke. Ook heb je iets met orka's. Misschien Lemuria of Atlanta. Als je daar wat meer over wil weten, dan zou ik zeggen Google daarop wat dat betekent. Jouw relaties die met alles en iedereen komt op een nieuw level, op een ander level. Misschien omdat jij omdat je getransformeerd bent, omdat jij in een hogere vibratie zit, een hogere essentie. Vertrouw absoluut je intuïtie.
En wees er voor alles en iedereen. Want je bent een hele mooie ziel. En dankzij jouw kennis, dankzij het feit dat jij zo hoog vibreert, kan jij de connecties beter zien tussen jou en de natuur en het de kosmos, het universum, het goddelijke, het dierenrijk. Jij ziet ook duidelijk nu de verbindingen tussen ons allemaal. Zelfs de kosmos, dat we daarmee in contact staan met wie dan ook. Ik bedoel, er zijn meerdere in de kosmos, in het universum. Misschien helpt het ook als jij meer naar orka-muziek gaat luisteren. Of orka-meditaties doet. Of iets met water in ieder geval. Je hebt iets met water. Misschien moet je meer water drinken. Of water, een schaaltje water bij je zetten als je gaat mediteren. Of wat ik zeg, misschien van Lemuria of van Atlanta, dat je daar van afkomstig bent en dat je nu gaat doorzien dat dat zo is. Dus dit is wel een beperkte groep van jullie. Maar ook omdat je dus op een hoger niveau aan bent. Ga jij dingen doorzien? Ga jij dus door de illusie heen kijken? De acht van zwaarden. Maar omdat je dus door die illusie heen kijkt, voel je je voel je je vastzitten in die chaos, je ziet geen uitweg. Misschien is het een gebrek aan zelfvertrouwen. Misschien ben je bang om actie te ondernemen. Je voelt je gewoon vastzitten, je voelt je weg versperd. Want je ziet deze eenhoorn, die gaat vooruit en de rest blijft bij elkaar achter. Het ligt daaronder, de 8 van vuur. Dus heb je 2 keer 8, 8 en 8. Misschien ook eens kijken waar 8 en 8 voor staat. De 8 van vuur. Ik laat zien een of andere mooie creatie, maar ik zie daar een beetje een vlinder, maar ook een wat staven in. En je ziet ook wat lichtbundels. Ook hier weer voel ik heel veel energie. Dus gewoon heel veel dingen die gebeuren achter elkaar. Er is geen tijd meer. Je kan het niet langer meer uitstellen. Ik denk dat jij in deze energie zit van je voelt je vastzitten. Je hebt het gevoel dat je niet verder kunt of je durft niet verder. En ik denk dat je door spirits, als ik hier naar kijk, hè, je bent één. Dus ik denk door spirits word jij geholpen. En is dit een soort torenmoment eigenlijk, waardoor jij gedwongen wordt om met die snelheid mee te gaan dat het... Hoe zeg je dat? De vertraging is voorbij.
allerlei dingen die tegelijkertijd gebeuren. En dan ben jij dus ook afhankelijk van je intuïtie. En die ga je ook volgen, want je weet dat je die volgen moet. En dan kom je daaruit. Je zit ergens in vast. Dan weet je zelf beter dan ik waar je in vast zit. En dan kan je dus je weg gaan vervolgen en dan komt de voorspoed. Dan heb je een mooi leven en dan word je herboren. En dan zie je ook dat je geen slachtoffer bent. Ja, dat is die, zo'n beetje, wat ik doorkrijg. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Als het zo is, mag je het filmpje liken, je mag het delen met iemand waarvan je denkt van, hé, die kan hier wat mee. En je mag je abonneren als je dat al gedaan hebt. Mijn dank is groot. Tot de volgende keer. Veel lief en licht. Namaste.